Hoe ben ik omgegaan met oorsuizen? Hallo allemaal, ik ben Mariska en in deze video ga ik jullie vertellen hoe ik ben omgegaan met oorsuizen, oftewel tinnitus. Oorsuizen is een aandoening waarbij je eigenlijk een groot deel van de tijd, of misschien zelfs wel continu, geluiden in je oren hoort die er eigenlijk niet zijn. Bijvoorbeeld een pieptoon, een bromtoon. Ja, soms wel geluiden van bijvoorbeeld een helikopter of ja, letterlijk gesuis. En ja, dat is ontzettend vervelend. Ja, het is gewoon iets wat je op dat moment ook gewoon niet weg kunt krijgen. Wat ja, echt je leven kan gaan beheersen. Sommige mensen ja, worden zelfs suïcidaal hiervan. En ja, het kan je echt mentaal gesloopt maken. En zelf heb ik er ook echt wel flink doorheen gezeten. Maar ja, ik ben er ook bovenop gekomen. En dat wil ik ook graag met jullie delen. Hoe ik dat heb gedaan. Hoe ik ermee om ben gegaan. Dus bij deze. Ja, hoe is de oorsuizen bij mij nou eigenlijk ontstaan? Ja, ik weet niet meer precies hoeveel jaar geleden het is ontstaan, maar ja, het zou best al wel 4 of 5 jaar geleden kunnen zijn. De tijd gaat snel. En op dat moment woonde ik in een andere woning en ik had op dat moment best wel veel last van geluiden van buren. En ja, dat was echt wel een tijd. En ja, zoals je kunt voorstellen geeft dat natuurlijk hartstikke veel stress. En ja, ik voelde mij gewoon thuis in mijn woning niet veilig. Ik kon niet tot rust komen. Ik hoorde echt gewoon uren. Ja, een groot deel van de dag hoorde ik die geluiden gewoon. En ja, het was gewoon heel erg vervelend. En ja, op een gegeven moment ging ik manieren bedenken om daarmee om te gaan. Dus ik dacht van nou, weet je, ik zet zelf wel muziek aan. Dus op een gegeven moment zet ik gewoon zelf mijn muziek aan. En ik merkte ook dat ik die muziek hartstikke hard moest zetten om die burengeluiden te overstemmen. En het werd echt een obsessie. Ik had echt zoiets van, ik wil gewoon 0,0% horen van die geluiden. Dus ik ging mijn muziek hartstikke hard zetten om het gewoon niet meer te horen. En dat was ook gewoon op een gegeven moment echt heel erg hard. Dus ik zat op een gegeven moment gewoon ja, urenlang in mijn eigen muziek. Terwijl ik er eigenlijk helemaal niet op zat te wachten. Bedoel ik, als ik muziek aanzet, doe ik het nooit zo ontzettend hard. En ik wil gewoon van muziek genieten en het niet aan hoeven zetten omdat ik iets anders probeer te blokkeren. Intussen had ik ook een koptelefoon gekocht met noise cancelling. Want ik zocht gewoon allerlei manieren. Hè? Dus ja, toen ging ik op een gegeven moment 's avonds tv kijken met die koptelefoon op. En ja, ik zette ook de noise cancelling aan. En ja, het is niet dat ik die koptelefoon ontzettend hard zette. Maar ik weet niet, op een bepaald moment had ik die dus weer een avond gebruikt. En ik, nou ja, op een gegeven moment was ik klaar met tv kijken. En toen zette ik hem af en ik zat even zo op de bank. En ja, toen begon mij in één keer een pieptoon in mijn oor. Volgens mij was 1 oor op te vallen. Dus ik had het idee van, nee, ik hoorde de hele tijd een piep. En ik merkte ook hoe meer ik daarop gefocust raakte, hoe erger het werd. Het leek wel harder te worden. En ja, ik kon het ook gewoon niet stoppen. Ik kon het niet uitzetten. En ik had er natuurlijk geen controle over. En dat begon daardoor natuurlijk ook ja, bij mij angst te veroorzaken. Van, oh jee, ik kan het niet stoppen. En oh jee, ja, ik maakte mezelf natuurlijk hartstikke gek. Ik kreeg ook gevoelens van paniek. En ja, op een gegeven moment wilde ik natuurlijk ook naar bed gaan. Maar ja, ik was natuurlijk al helemaal, ja, half in paniek, zeg maar. Dus in bed, ja, ik kon niet uitzetten. Dus ik kon ook niet slapen. Ik was er alleen maar mee bezig. Het werd echt iets obsessiefs. Dus ja, de volgende dag was ik uiteraard een wrak. Wat ik ook merkte was dat ik op dat moment ook niet meer tegen geluiden kon. Ik kreeg ook hyperacusis. Ja, dat is een beetje een mooie term. Maar ja, dat betekent eigenlijk dat je gewoon bepaalde geluiden gewoon niet meer kunt verdragen. Dus ik kon op dat moment eigenlijk gewoon niks meer verdragen. Het is zeg maar niet hetzelfde als wanneer je last hebt van geluiden. Het was echt, ik kon gewoon geen geluiden meer verdragen. Het kwam zo hard binnen. Ik kon het niet meer hebben. Dus ik kon niet meer muziek hebben. Het was net alsof het allemaal keihard in één keer klonk. Ja, het was gewoon echt ja, heel heftig. Dus ik kon eigenlijk alleen nog maar stilte verdragen. Dus ik kon ook niet meer muziek aanzetten als ik die geluiden van de buren hoorde. Dus op een gegeven moment ja, deed ik oordoppen in. En daarover ook nog een koptelefoon, een koptelefoon die je in de bouw zeg maar gebruikt, om op die manier maar stilte te creëren. Maar ja, die echte stilte was er niet, want ik hoorde de hele tijd die pieptoon. Dus ik werd echt op een gegeven moment knettergek.
En ja, ik denk, wat moet ik hier nou mee? En ik was mezelf helemaal gek aan het maken. En ik was op dat moment lid van de bibliotheek. Dus ik dacht van, nou, ik wilde hier wat over lezen. Ik ging wel vrij snel in een soort modus van, oké, ik moet hier wat mee. Ja, ik kan dit niet zo laten. Want ik word gewoon gek. Ik slaap niet meer. Ik raak in paniek en zo. Ja, het ging gewoon echt niet goed. Ja, wat heb ik dus gedaan? Ik heb dus boeken gehuurd erover. En ik heb ook heel veel op internet gelezen. En ja, ik leerde in eerste instantie ook van, ja, waar komt dat oorsuizen nou vandaan, hè? En er kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Het kan zijn bijvoorbeeld dat je een gehoorbeschadiging hebt. Dus ja, stel dat je bijvoorbeeld heel vaak naar concerten gaat en geen gehoorbescherming in doet. Of misschien werk je wel in de muziekwereld. Of nou ja, andere redenen zijn waarbij je gehoorbeschadiging oploopt. Of misschien ben je gewoon door ouderdom, ga je minder goed horen. En dan gaan je hersenen eigenlijk de tonen die je niet meer hoort, die gaan dat ergens opvullen. Dus dan kun je dus die pieptoon of bromtoon of wat dan ook, die kun je dan gaan horen. Een andere oorzaak kan stress zijn. Ja, dat was in mijn geval natuurlijk wel heel een reële optie, hè? Ik bedoel, ik had gewoon verschrikkelijk veel stress door al die geluidsoverlast. Ik had gewoon geen rust, al maanden, jaren niet. Dus ik vond dat zelf best wel een reële optie. En, maar goed, ja, toen dacht ik ook, het is er intussen al. En, maar ik was mezelf dus helemaal aan het gek maken met die angst en paniek. En ja, op een bepaald moment dacht ik ook van, ja, ik ben mezelf zo gek aan het maken dat ik eigenlijk alleen maar meer stress aan het creëren ben. Ik was zo in paniek, ik was naar adem aan het happen, aan het hyperventileren. En ja, op een bepaald moment dacht ik van, ja, dit helpt gewoon niet. Dit zorgt alleen maar voor meer stress. En ik dacht, ik moet mezelf gewoon echt onder controle gaan krijgen. Want dit gaat gewoon niet. Ik kon ook niet meer naar mijn werk toe. Ik was gewoon op een gegeven moment alleen maar op de bank aan het liggen en aan het lijden. Dus ik denk, er moet gewoon iets veranderen. En toen ben ik eigenlijk teruggegaan naar dingen die ik in mijn leven al geleerd heb. Met bepaalde therapieën en zo. Ik las ook wel in die boeken over oorsuizen dat mensen vaak bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie krijgen. En dat ook het leren accepteren van die tonen die je hoort, dat ook een van de methodes is eigenlijk om er van af te komen. Want als je niet accepteert dat het er is, dan ga je dus alleen maar verzetten er tegen. Je gaat je alleen maar drukker maken, waardoor je het in stand houdt. Uiteraard wel een beetje ook afhankelijk van de oorzaak, hè? Want als het echt als stress de oorzaak is, dan kan je daardoor dus wel zorgen dat het uiteindelijk minder wordt, omdat je dus weer ontspant. Dus dat was ook wel waar ik op wilde inzetten. Dus ja, op een of andere manier door dat te realiseren, lukt het mij dus ook wel om die paniek te laten zakken. Ik had op een gegeven moment echt zoiets van, dat is klaar. En dit laat ik gewoon mezelf niet gebeuren. Ik laat mezelf hier niet gek door maken. En ja, ik heb echt wel technieken geprobeerd toe te passen om die paniek te laten zakken. Ik weet alleen niet meer precies wat ik heb gedaan. Ja, ik denk toch gewoon geprobeerd op een gegeven moment om het er te laten zijn. Zo van, tegen mezelf gezegd van, ja, weet je, het is er nu. En ik hoorde inderdaad die pieptoon. En ik ga je niet dood aan. Zoiets was het, denk ik, wat ik dacht van, het is er, maar ik ga niet dood aan. En het is ook geen reden om in paniek te raken. Ik probeer het ergens, die pieptoon, los te koppelen van de paniek. Zo van, ja, waarom zou ik in paniek raken of zo? Zo'n soort gedachte. En het volgende wat ik ook probeerde was op een gegeven moment afleiding zoeken. Misschien las ik dat ook wel op internet of in een van die boeken. Dat weet ik niet meer precies. Maar ik dacht, ik moet gewoon afleiding gaan zoeken. Ik moet niet de hele tijd thuis op de bank gaan liggen en lijden. En mezelf daardoor laten neerhalen. Dus ja, intussen was het dus ook wel wat dagen verder. En die hyperacusus, dat ik dus totaal niks meer kon vertragen, werd wel al een beetje minder. Dus op een gegeven moment zag ik dat in Arnhem, daar woonde ik, dat daar een evenement was in het centrum, World Living Statues. En dat maakte me wel nieuwsgierig. Ik dacht van, nou, ik ga er gewoon even een kijkje nemen. En als het niet gaat, dan ga ik weer naar huis. Dus ik ging daar naartoe en het was echt zo mooi. Al die mensen die dus levende
ja, beelden eigenlijk. Hè? Die stonden helemaal zo in houding, helemaal muisstil. Of, nou ja, stille houdingen. En dat was echt prachtig. Dus ik heb daar echt een tijd rondgelopen en ook wel genoten. En daardoor merkte ik ook dat ik op een gegeven moment minder bezig was. Of dat er eigenlijk kleine momentjes begonnen te ontstaan dat ik niet bezig was met de pieptoon in mijn oren. Dus ja, er waren zelfs momenten dat ik het even niet hoorde. En ja, op een gegeven moment ging ik naar huis en toen realiseerde ik mij van, hey, ik heb gewoon heel af en toe die pieptoon niet gehoord. Ik heb het gewoon niet gehoord. Dus ik was heel blij. Ik denk van, oh, dus het kan toch. En dat gaf mij hoop. Ik denk van, oké, dus als ik afleiding zoek, zou het zomaar kunnen dat ik misschien wat grip begin te krijgen op de situatie. En dat er dus momenten zijn waarbij ik de soort van controle heb. Maar ja, dat was het hele ding. Ik had altijd het idee dat ik geen controle had over wat ik in mijn oren hoorde. Dus ja, afleiding zoeken was vanaf dat moment echt het ding. Dus ik besloot wat leuke dingen te gaan doen. Dus op de computer ging ik weer wat meer, ja, wat gamen. Volgens mij ging ik de Sims spelen. Ja, dat vind ik af en toe leuk om te doen. Nou ja, ik had ook wel wat werk wat ik weer oppakte. Ik ging wandelen. Ja, ik ging gewoon wel weer wat dingen doen. En ik merkte dat die momenten van, nou ja, dat ik die pieptoon even niet hoorde, dat die steeds langer werden. En dat ik dus eigenlijk gewoon steeds meer grip begon te krijgen op de situatie. En ik begon ook wel op de momenten dat ik wel wat in mijn oren hoorde, het wat meer te laten zijn en te accepteren. En ja, dat ging stukje bij beetje. Dat is niet iets wat je even zo doet. Maar op een of andere manier ging het beter. En daardoor ging ik me dus ook weer beter voelen. En ik kreeg ook steeds meer het idee van, ja, ook al hoor ik die pieptoon, het overheerst me niet meer. Het haalt me niet meer neer. Het beheerst mijn leven niet meer 100%. Dus ja, eigenlijk zorgde dat er weer voor dat ik meer begon te ontspannen. Dat ik minder stress had. En ja, ik deed ook die harde muziek niet meer aan. Ja, dat kon ik ook gewoon niet meer hebben. En ja, dus eigenlijk begon het stukje bij beetje wat beter te gaan. Ja, de hele oorzaak van de stress, zeg maar de geluidsoverlast, ja, die was natuurlijk niet de weg. En ja, dat was ook wel natuurlijk hartstikke vervelend. En natuurlijk ging dat ook wel een beetje bij vlagen. Soms was het een periode wat rustiger. Soms was het een periode weer wat minder rustig. Maar ja, uiteindelijk was het wel zo dat ik met het oorzuizen beter leerde omgaan. En ja, dat ik het wel meer leerde accepteren. Dus ook het slapen ging weer beter. En ja, ik had op een gegeven moment zoiets van, ja, dan is het er maar. En dat is denk ik ook wel de hele kern van het omgaan. Dat is eigenlijk dat die acceptatie, hè? Dat je dus, je moet het jezelf niet meer laten beïnvloeden. Je moet eigenlijk niet meer jezelf je leven daardoor laten beheersen. Ja, misschien heel makkelijk gezegd. Maar ja, dat is wel de kern van het verhaal. En dat is als ik ook even ga naar hoe het nu met me gaat en hoe het nu met mijn oorzuizen gaat. Ja, het is gewoon niet volledig weg. Dat moet ik wel zeggen. Ik heb ergens nog steeds last van oorzuizen. Het is echt jaren later. En misschien denk je wel van, oh mijn god, wat een hel. En oh, dat kom er nooit vanaf. Maar dat is niet hoe het voor mij voelt. Ik heb toch het idee dat ik er ergens van af ben. Maar ik ben af van het lijden ervan. Ik heb er eigenlijk niet echt meer last van. Er zijn wel momenten, ik merk gewoon als ik echt vermoeid ben of gestrest, dan hoor ik in één keer die piep weer. En ja, dat is voor mij dan een teken van, hey, een signaal. Van, hey, ik ben vermoeid of ik ben gestrest. En dat geeft voor mij ook aan dat ik dus iets aan mijn leven, ja, dat ik misschien wat meer moet gaan ontspannen. Misschien even mijn agenda wat leger moet plannen. Of dat iets bij mezelf is waar ik aan kan gaan werken. Dus ik zie het nu bijna als iets positiefs van, hey, de oorzuizen, nou ja, ik hoor wat in mijn oor. En ja, dat is een teken dat dat er iets niet in balans is bij mezelf. Dus daar kan ik dan wat mee. En ja, soms dan luister ik er ergens ook naar. Dan is het stil en dan luister ik er naar. En denk ik, oké, hoi oorzuizen, hoi. En dan zeg ik gewoon bijna op die manier van, oh, ben je er weer? Bijna alsof het een, ja, vriend wil ik niet zeggen. Alsof het een vriend is, ik weet niet. Het is iets wat dan mij maar hoort of zo. Van, hoi, ben je er weer? En daarmee maak ik het eigenlijk gewoon een soort van klein en vertrouwd. Dus het kan ook bijna een soort white noise zijn. Ik weet niet of je weet wat dat is, maar
White noise is eigenlijk bijvoorbeeld dat je bewust iets aanzet qua geluid of muziek. Dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een suizend riviertje of de zee aanzet. En ja, dat kan andere geluiden dan overstemmen of je rustig maken. En dat oorzuizen ben ik ook een beetje zo gaan zien. Ja, van iets intern bij mij wat er dan is. En ik moet ook zeggen, het grootste deel van de tijd hoor ik het dus gewoon ook niet meer. Omdat ik het dus ben leren accepteren. Omdat ik over het algemeen ook wel beter voor mezelf zorg. Ik woon nou ook gewoon in een andere woning waar het wel rustig is. Dus ik ben gewoon veel meer in balans. En bij mij is het dus ook gewoon echt wel stressgerelateerd, het oorzuizen. En daardoor heb ik dus ook wat grip op gekregen. Ja, dus op deze manier is iets wat eigenlijk gewoon ontzettend stressvol en vervelend en levensbepalend was op een bepaald moment toch iets geworden waar ik mee kan leven. En wat er eigenlijk op het grootste deel van de tijd niet bij mij aanwezig is, want ik hoor het eigenlijk dan gewoon niet. Ik denk dat mijn hersenen toch weer ergens wegfilteren. Ja, dus het is iets waar ik mee heb leren leven. En ja, ik wil ook nog wel even ingaan op of dat nou iets is van wat bij autisme hoort. Nou, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Maar ik kan me wel voorstellen, juist omdat mensen met autisme gewoon best wel veel last hebben van stress, dat het wel kan zijn dat het, dat je dat dus misschien wat eerder kunt krijgen, omdat wij gewoon meer stress hebben. En stress is gewoon een van de mogelijke oorzaken van oorzuizen. Dus ik ben daardoor ook wel heel benieuwd of jullie last hebben van oorzuizen of niet. En of je daarmee hebt leren omgaan of niet. En hoe het voor jou is. Dus deel je verhaal gerust onder deze video. Ik hoop ook dat je wat aan mijn verhaal hebt. En dat het je ook wat hoop kan geven om ook te leren omgaan met oorzuizen. En dat mijn verhaal dus ook wel inderdaad aangeeft dat dat dus ook gewoon kan. En schroom ook niet om naar de huisarts of zoiets te gaan als je last van hebt. Als je echt merkt van het is levensbepalend. Want dan kun je wellicht hulp krijgen en ermee leren omgaan. Dus hartelijk dank voor het kijken en dan zien we elkaar weer de volgende keer. Dag!